Ruzie in Leiderdorpse gemeenteraad, Biep Voorschoten in problemen en duizenden euro's uitgereikt. Dag dames en heren, welkom bij het Unity.nu weekoverzicht. In Oegstgeest was zaterdag een bijzonder toernooi. Het eerste Nederlands kampioenschap zwaardvechten. Dat gebeurt met echte zwaarden. En al zijn de punten en scherpe randen er afgehaald, het gaat toch om echte gevechten met echte wapens. De organiserende zwaardvechtschool Historisch Vrijvechten Nederland wist ook nog een paar medailles in de wacht te slepen. Zodra je je tegenstander raakt, wordt het spel stilgelegd voor de puntentelling. De vechter, als hij goed kan scoren, dan krijgt hij natuurlijk zijn punten. Hoofdhits en torsohits, die leveren de meeste hits op. Vooral als je dan in principe denkt van, hoe zou het geweest zijn met een echt duel? Dan zijn het die hits die de meeste punten opleveren. Er is wel een jury die dat beoordeelt en kijkt van of er sprake is van een goede hit. De sport is nog heel jong in Nederland. Of misschien moet je zeggen, al heel oud. De spelregels zijn gebaseerd op instructies uit het verre verleden. Vroeger waren er echte vechtmeesters, zwaardmeesters, die dan het hele land afgingen naar alle heren en ridders bij langs om les te geven. Want die moesten dat natuurlijk ook wel leren. Gelukkig was het wel zo dat vele zwaardmeesters ook het een en ander hebben genoteerd, opgeschreven. En zulke manuscripten zijn aan ons gelukkig nog opgeleverd. In Oegstgeest is sinds 4 jaar een school voor het zwaardvechten. Onder de naam Historisch Vrijvechten Nederland. En waarom word je daar dan lid van? Nou, dat wil iedereen toch, denk ik. Alle jongens, ja. Dus als je jong bent. Zo gauw ik op kamers ging en in Leiden kwam wonen, woonde ik eindelijk in de grote stad. En toen kon ik op zoek gaan naar zo'n hobby. Ik ben een keer meegekomen met een vriendin. En ik studeer geschiedenis, dus het is altijd wel iets van mij geweest. Ik ben meegekomen en zij is weer weggegaan en ik ben gebleven. Ga je zo'n gevecht in met een tactiek, afhankelijk van de tegenstander misschien ook wel? Ja, zeker. Tegenstanders verschillen onderling enorm. En er zijn ook heel veel technieken die tegen andere technieken werken. En het is dus ook een soort puzzel die je moet oplossen aan het begin. En hoe leuk is het nou dat er eindelijk een Nederlands kampioenschap is? Ik vond dat heel erg vet. Zeker omdat het mijn eerste toernooi is, dus ik debuteer vandaag. En dat gaat beter dan verwacht. Ik vind het heel leuk om te laten zien aan Nederland dat wij ook bestaan. Hoe werkt nu precies de gemeenteraad? Dat en meer leren de leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen van Oegstgeest maandagochtend. Met het spel Democracy richten de leerlingen een eigen politieke partij en stad op. Dan moet je uiteindelijk met elkaar beslissen wat er nou precies waar gaat komen. En dat is maandagochtend in het gemeentehuis van Oegstgeest nog knap lastig. Wat vond je ervan? Ik vond het leuk, maar ik vond het alleen jammer dat we zo... het was niet weinig, maar ik vind discussie voeren best wel fijn en leuk om te doen. Het is iets fijner om meer je mening uit te brengen soms. Het was meer moeilijk om de gebouwen uit te kiezen, want sommige gebouwen die waren al gekozen. Dus dat vond ik wel een beetje moeilijk. Ja, basisschoolkinderen en deze klas ook weer zijn altijd hele leuke kinderen om mee te werken. Ze zijn heel erg enthousiast, heel erg positief. Ze vinden het een hele bijzondere plek om te zijn in zo'n raadzaal, in een echte raadzaal. Om op de stoelen te zitten van de echte raadsleden. En dan merk je ook dat ze een beetje die rol willen proberen aan te nemen. En echt een beetje volksvertegenwoordiger. Worden. De gemeente Leiderdorp wilde maandagavond tijdens de raadsvergadering een nieuwe algemene plaatselijke verordening vaststellen. Maar te veel bleek nog onduidelijk om dat te kunnen doen. Daarom is het besluit uitgesteld. De APV is bedoeld om voldoende handvatten te creëren voor een gemeente om deze zo veilig en leefbaar mogelijk te houden. De versie van 2014 is verouderd en daarom moet er een nieuwe APV komen. Tijdens de behandeling van deze APV is gebleken dat er ontzettend veel vragen zijn, ontzettend veel onduidelijkheden zijn over deze APV. En ik heb namens de raad, namens alle 7 fracties, toen gezegd van laten we hier nog een keer goed over nadenken en dit een volgende maand behandelen. Volgende maand doet de gemeente een nieuwe poging de APV vast te stellen. Dan wordt duidelijk wat er in Leiderdorp de komende jaren wel of juist niet verboden wordt. En een ware vuurdoop voor de nieuwe wethouder Daan Binnendijk in zijn eerste raadsvergadering in Leiderdorp. De wethouder werd meteen geconfronteerd met een door de raad zogenoemde lijk uit de kast van de vorige wethouder Jef Gardeniers. De gemeenteraad van Leiderdorp is boos op het college. Het groenonderhoud in Leiderdorp bleek namelijk 500.000 duurder uit te vallen dan de daarvoor aanbesteden 2 ton. En dat werd pas een maand geleden opgemerkt door de financiële controle. Op 1 juni 2017 sloot de gemeente een contract af met een aannemingsbedrijf.
om voor 2 jaar het groene onderhoud te ondersteunen. Een half jaar later bleek van die 2 ton al 170.000 euro uitgegeven te zijn. Dat de aanbesteding overschreden zou worden, kon iedereen voorspellen. Maar dat gebeurde dus niet en dus heeft de controle gefaald, vindt de gemeenteraad. Het college, en dan met name de vorige wethouders die inmiddels is opgestapt, heeft ernstige fouten gemaakt. Een aanbesteding van 209.000 euro over een periode van 2 jaar, waar na 2 jaar 500.000 euro te veel is uitgegeven. Ja, dat is dramatisch. Er is niet gestuurd van toen het begon, niet in het midden, niet in het einde. Dus wij hebben de wethouder meerdere kansen gegeven om gewoon uit te leggen hoe dat beter kan, ook in de toekomst. De wethouder die verantwoordelijk was voor deze chaos is inmiddels opgestapt. Jef Gardeniers legde eind november zijn functie neer vanwege een gelekte mail. De nieuwe wethouder Daan Binnendijk erkende de gemaakte fouten van zijn voorganger en komt met een pakket aan maatregelen. Daarmee kreeg hij het voorzichtige vertrouwen van de raad. Nou, er is een nieuwe wethouder en die is met verve begonnen aan de reparatie van de puinhoop die is achtergelaten door de vorige wethouder. Wat we geprobeerd hebben als oppositie te doen is in elk geval te zeggen datgene wat er geweest is, dat moeten we afkeuren. En datgene waar we nu naar moeten kijken, naar de toekomst, daar hebben we vertrouwen in. En de nieuwe wethouder, Daan Binnendijk, heeft wat ons betreft vol vertrouwen. Daan Binnendijk is net nieuw. Die wist van niks. Die werd geconfronteerd met een lijk uit de kast van zijn voorganger. Hij heeft meteen dat goed aangepakt, goed laten zien wat hij eraan gaat doen. Hij heeft ook erkend dat er grote fouten zijn gemaakt. Dus hij neemt dat zeer serieus. En ik heb alle vertrouwen in meneer Binnendijk dat hij met zijn door hem voorgestelde verbeterpunten hard aan de slag gaat. Leiden gaat een vergeten stukje winkelgebied nieuw leven inblazen. Een deel van de Haarlemmerstraat, de belangrijkste winkelstraat, moet weer aantrekkelijk worden voor kleine ondernemers, vinden de gemeente en het centrummanagement. En dat willen ze bereiken door het gebied beter toegankelijk te maken en nieuwe vormen van ondernemen daar toe te staan. Een flink aantal ondernemers heeft zich al gemeld. Over 2 jaar zie ik hier leuke initiatieven op het gebied van horeca, leuke koffietentjes. Het nieuwe werken in de vorm dat verschillende ondernemers samen in 1 kantoor bureaus delen. En verrassende nieuwe concept stores. De Haarlemmerstraat is met ruim 1 kilometer de langste winkelstraat van Leiden. Dat lijkt mooi, maar die lengte is tegelijkertijd ook een nadeel. Want het laatste deel van de winkelstraat kampt al jaren met leegstand, omdat het niet echt in een looproute ligt. Dat heeft zeker een deels met de lengte van de straat te maken. Verbouwingen die er zijn geweest. De bereikbaarheid. En de Pelikaanplein, dat zal ook verbouwd worden. Waardoor er ook weer een busstop komt. Dus aan alle kanten zal dit gebied beter bereikbaar worden. En dat gaan we terugzien. Ondernemers met creatieve ideeën of concepten, zoals bijvoorbeeld een platenwinkel waar je ook een bakje kunt drinken, ziet het centrummanagement graag komen. Een andere nieuwkomer is de Vliegershop, die na een aantal jaren weer terug is op de Haarlemmerstraat. De Zara's, de Hudson's en al die dingen meer, die zijn er toch wel. Maar het gaat erom dat je als stad iets meer te bieden hebt als alleen dat. En dat zijn die kleine winkels die het net de kers op de taart maken. Een stuk of 12 ondernemers hebben zich al gemeld bij het centrummanagement. En een van hen is Chantal Velbrief. Ze kan niet wachten om met haar vernieuwende concept te beginnen. Een kattencafé is eigenlijk een lunchroom in een gezellige huiskamersfeer waar 6 tot 8 katten komen te wonen uit asiel of uit opvangcentra. En mensen kunnen daar lekker koffie komen drinken, lunchen, high tea in het gezelschap van katten. De reacties die ik krijg op de oproep die wij hebben geplaatst zijn alleen maar enthousiast en mensen die er echt zin in hebben. En daar geloof ik ook in. Dus ik heb er zeker vertrouwen in. Er is reuring weer in dit deel. Er is onwijs veel reuring in dit deel. En iedereen heeft zijn neus dezelfde kant op dat ze er ook echt iets van willen maken. En dat is heel leuk om te merken. De burgemeester en 2 wethouders van Voorschoten in de speeltuin. Maar niet om buiten te spelen. Het gemeentebestuur ging dinsdagmiddag langs bij de natuurspeeltuin in Voorschoten om haar waardering te laten blijken. Hij is ontworpen, gebouwd en wordt gerund door vrijwilligers. Daar heeft de gemeente verder niks aan gedaan, behalve de benodigde vergunningen af te geven. En dat doen ze nog steeds. En ik vind dat buitengewoon knap. En ik heb veel respect voor de mensen die dat toch elke keer maar weer doen. In de speeltuin kreeg de burgemeester samen met wethouder Monique Lamers en Marcel Kramwinkel een rondleiding. We zijn een groene gemeente, dat willen we ook overal uitdragen. We houden van de natuur, we hebben veel natuur in de gemeente, veel groen.
En dat willen we benadrukken. En wij vinden het ook heel belangrijk dat de kinderen die in een hele verstedelijkte omgeving ook vaak opgroeien, zich realiseren dat hier bijvoorbeeld de frambozen aan een struik groeien en niet in een plastic bakje bij de supermarkt. Nou, ik zelf vind het leukste dat het kinderen vinden. Ik kijk naar mijn eigen kinderen toen ze klein waren. Dat knoeien met modder en water en zand. Maar dat klauteren, dat buitenspelen. Er is op deze moderne tijd de verleiding is groot om er achter die televisie en dat iPadje te gaan zitten. Maar naar buiten, gezondheid, frisse lucht. Dat is wel heel belangrijk voor kinderen om daar mee op te kunnen groeien. En ik vind het hartstikke mooi dat dat in Voorschoten op deze plek kan. De speeltuin is voor iedereen vrij toegankelijk en bevindt zich aan de Veurseweg. Langs de Haagweg in Leiden komen 20 koopwoningen te staan. Het gaat om de locatie waar nu nog de houtopslag Noordman is gevestigd. De bestaande houtopslag gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in Oegstgeest. Hierdoor komt de huidige locatie vrij voor herontwikkeling. Het gemeentebestuur heeft nu een plan opgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. Op de kavel moeten 7 woningen aan het water van de Rijn komen. En een appartementengebouw van 13 appartementen. Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Naast de herontwikkeling wordt ook ingezet op een betere beleving en bereikbaarheid van de Rijn. Er worden daarbij onder andere zicht- en looplijnen gecreëerd naar het water, zodat de bewoners uit de omgeving ook de Rijn kunnen zien en beleven. Maximaal toegestaande bouwhoogte is 14 meter. 2019 is uitgeroepen tot het Rembrandtjaar. Grote musea als het Rijksmuseum, Rembrandthuis en de Lakenhal zullen dit jaar 1 of meerdere exposities wijden aan de grootmeester van de Nederlandse schilderkunst. Dit jaar is het namelijk 350 jaar geleden dat de geboren Leidenaar is overleden. De aftrap van het Rembrandtjaar is woensdagavond gegeven door prinses Beatrix. Eerder die dag gingen we even langs. Je zou het bijna vergeten, maar een van de grootste schatten van het Mauritshuis is de collectie van Rembrandt. En daar wil het museum maar wat graag mee pronken. Het Mauritshuis heeft een van de top 4 collecties van Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. En we hebben... we zijn klein, maar echt op een niveau met het Rijks, Berlijn en andere collecties. Wat wij willen laten zien is alles wat we hebben aan Rembrandt, wat ooit gekocht is als een Rembrandt. Schilderij die we nog steeds als Rembrandt beschouwen. Achter mij een van zijn absolute meesterwerken. Maar ook schilderijen die we niet meer als Rembrandt beschouwen. In totaal 18 werken zijn ooit verworven als een echte Rembrandt. Maar nader onderzoek wijst uit dat sommigen toch niet van de hand van de meester zijn. Twijfelgeval is deze tronie van een oude man. Qua onderwerp en materiaalkeuze helemaal in de stijl van Rembrandt. Toch zijn er ook bedenkingen. Sommige experts zeggen bijvoorbeeld de rode vlekjes in het oor en het oog van deze man, dat zien we eigenlijk nergens anders dan bij Rembrandt. En ook de manier waarop het kraagje is geschilderd, dat vinden ze een beetje onhandig. Niet des Rembrandts. Over het portret van een oude man bestaat bijvoorbeeld geen twijfel. Typisch voor Rembrandt is de laatste periode wanneer veel mensen zeggen dat hij eigenlijk op het toppen van zijn kunnen was. Het schilderij wat ernaast hangt is het tweede twijfelgeval in het museum. En is nog zo'n schilderij wat direct naar de tentoonstelling hier naar boven gaat naar ons atelier. Om te kijken of we met technisch onderzoek meer te weten kunnen komen daarover. Het Leidse Museum De Lakenhal pakt eind dit jaar ook uit met de tentoonstelling De Jonge Rembrandt. Waar ook dit jonge zelfportret in bruikleen te zien zal zijn. Hij was onophoudelijk aan het werk als kunstenaar. Heel gepassioneerd. Heel hoge toppen. Ook diepe dalen. En die levenservaring die zie je komen in het portret hiernaast. En die wordt eigenlijk vervolmaakt in dat allerlaatste zelfportret. De gemeente Leiderdorp is op weg naar een rookvrije generatie. Wethouder Angelique Beekhuizen ondertekende woensdagavond tijdens de avond van Leiderdorp de alliantie Nederland Rookvrij. En nog best op een bijzondere locatie, namelijk bij RCL. RCL was 2 jaar geleden de eerste sportvereniging van Nederland die volledig rookvrij ging. Dat is belangrijk voor Leiderdorp omdat we kinderen moeten beschermen. We gunnen ze dat ze in een rookvrije omgeving opgroeien. Ik heb een overeenkomst getekend met de alliantie Nederland Rookvrij. En dat betekent dat we willen zorgen dat kinderen die in Leiderdorp opgroeien in een rookvrije omgeving dat gaan doen. Rookvrij is het liefst gewoon helemaal geen rook in het bijzijn van kinderen. Dus het is niet de bedoeling dat wij mensen op aanspreken dat ze helemaal niet meer mogen roken. Maar het liefst niet in het zicht van kinderen, zodat kinderen het niet normaal gaan vinden dat er gerookt wordt. Vele duizenden euro's zijn woensdagavond uitgereikt tijdens de avond van Leiderdorp.
de nieuwe naam voor de uitreiking van het Rabobank Wensenfonds. Welkom op de avond van Leidendorp. En wat fijn dat jullie er ook vanavond allemaal zijn. Er valt bijna iemand van de podium. Het is je instrument, kijk. Veel organisaties en vrijwilligers zetten hun beste beentje voor in Leidendorp. Als dank mochten ze een wens indienen, het Rabobank Wensenfonds. En sommige van die wensen kwamen woensdagavond tijdens de avond van Leidendorp uit. Wij zijn vanavond bij RCL in Leidendorp. En als Rabobank Leiden-Katwijk organiseren wij vanavond hier de avond van Leidendorp. Een avond waarin wij eigenlijk heel veel organisaties die bij ons bankieren met een hele mooie cheque vanuit het Wensenfonds een stapje naar de toekomst geven. De winnaars ontvingen namens Rabobank een cheque waarmee ze hun wens kunnen vervullen. Dames en heren, cheque voor 5.000 euro. We hebben de cheque gekregen voor de overlevingspakken voor bij ons weer in de boot. Dat onze bemanning beschermd is tegen alle weersomstandigheden. En dat we veilig het water op kunnen. En daarmee kunnen we onze vrijwilligers echt de pad op mee opsturen. Dus ja, is hartstikke leuk. We zijn echt hartstikke blij met de cheque. Het Ambachts- en Baljuwhuis in de Voorstraat in Voorschoten kent een lange geschiedenis. Het pand is in bezit van de gemeente en de grote zaal wordt al sinds jaar en dag gebruikt als vergaderruimte voor het gemeentebestuur en voor het voltrekken van huwelijken. Maar nu is de gemeente in gesprek om het pand aan de huidige verhuurder, die er een restaurant heeft, te verkopen. Dat bevestigt wethouder Marcel Kramwinkel. Voor ons als gemeente is belangrijk dat het een rijksmonument is. En dat blijft het ook. En dat legt ook beperkingen op aan wat er nu gebeurt, maar ook aan wat er straks gebeurt. En verder is het zo dat de nieuwe functies natuurlijk ook moeten passen in, zeg maar, alles wat er in die voorstraat gebeurt. We moeten ook rekening houden met de belangen van de bewoners daar. Maar we hebben ook de ambitie om die voorstraat uit te bouwen tot een mooie evenementenstraat. Waar je goede horeca hebt. En in dat verhaal past dit op zichzelf wel. De gemeente Voorschoten gaat een pilot starten waarbij paspoorten en ID-kaarten thuis worden bezorgd, zodat de aanvrager hiervoor niet meer naar het gemeentekantoor hoeft te komen. Met de pilot wordt onderzocht of hier behoefte aan is onder de inwoners. Een paspoort moet je persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis en je moet ook persoonlijk ophalen op het gemeentehuis. Nou, dat zijn dus twee momenten waarin je je eigen agenda anders moet inrichten. Als je een baan hebt is dat best wel ingewikkeld of als je slechter been bent of iets dergelijks. De burgemeester kwam met het idee vanwege eigen ervaringen in de gemeente waar ze zelf woont. En ik denk, ja, als het daar kan, dan kan het in Voorschoten ook. Dus laten we het eens proberen. Dus u heeft dat paspoort daar thuis laten bezorgen? Ja, dat klopt. En dat ging uitstekend. De proefperiode loopt vanaf 1 maart tot het einde van het jaar. Het thuisbezorgen kost €5 per document. Mocht het een succes blijken, dan gaat de gemeente ermee door. De bibliotheek van Voorschoten wordt steeds groter en krijgt steeds meer bezoekers. Maar toch staat de bibliotheek onder druk. Onze financiën staan onder druk. We hebben al jaren gelijkblijvende of teruglopende subsidie, terwijl onze kosten jaarlijks stijgen. Dus we maken ons zorgen of we onze wettelijke taken als bibliotheek kunnen blijven uitvoeren. Die wettelijke taken zijn lezen, leren, informeren, kunst en cultuur en ontmoeting en debat. En op alle vlakken zijn wij nu actief. Maar de vraag is of dat ons gaat blijven lukken, omdat wij de begroting niet meer rondkrijgen. Er is het dalende aantal leden en daardoor de dalende inkomsten, is de bibliotheek nu genoodzaakt om maatregelen te nemen. Nou, dit jaar waren we genoodzaakt helaas om onze tarieven te verhogen. Deels natuurlijk ook omdat de BTW verhoogd werd, maar daar moest helaas wel iets bovenop. Ja, en we zijn nu aan het onderzoeken of we ook iets met onze openingstijden moeten, dat we daarin terug moeten om het allemaal rond te krijgen. Maar dat weten we nog niet zeker. We zijn wel aan het onderzoeken wat dan de minst erge optie zou zijn. We moeten nog even uitzoeken of het echt moet, want we proberen het heel erg tegen te houden. Omdat wij die ontmoetingsplek zijn, de mensen dat ook van ons vragen. En als je dan meer dicht gaat, dan staat dat eigenlijk haaks op datgene wat je wil bieden als bibliotheek. De Aubade in Leiderdorp gaat verhuizen. Is de Aubade nooit mee verhuisd vanaf het plein voor het oude gemeentehuis bij het Winkelhof, dan gaat dat nu wel gebeuren. We hebben besloten om naar het oude dorp te gaan, bij de kerk. Omdat we toch merkten dat daar heel veel mensen altijd heen trekken met Koningsdag. En het leek ons leuk om dus de Aubade naar de mensen te brengen in plaats van de mensen te vragen om naar de Aubade te komen. Is het niet een traditie die eigenlijk niet doorbroken moet worden?
Ja, hij is natuurlijk al doorbroken. De traditie was dat de oud-baden bij het gemeentehuis was. Maar het gemeentehuis is weg op de plaats waar die vroeger was. De Florijn bij de winkelhof daar. En dus dat is niet meer echt de reden waarom je het daar zou moeten houden. Zijn er nog meer dingen die gaan veranderen komende Koningsdag? Geen hele grote dingen, denk ik. We hebben voor een belangrijk deel het programma zoals het is. Wat wel belangrijk is dit jaar, dat we de tweejaarlijkse taptoe weer gaan doen. Dus de bevrijdingstaptoe op 12 mei bij RCL, waarbij internationaal gerenommeerde korpsen komen spelen. Nog even terug naar die oud-baden. Die blijft qua programmering hetzelfde en die wordt dus alleen verplaatst? Hij wordt alleen verplaatst. Hij komt in de Hoofdstraat voor de Hollandse Tuin bij de kerk. Maar het is weer gezellig. Het grootste koor van Leiden-dorp. Heel Leiden-dorp komt meezingen. En daarom komen wij naar het publiek toe dit keer. Bent u niet bang dat er toch mensen daar dan aankomen op Koningsdag zelf, 's ochtends bij het winkelhof, dat ze denken, hey, waar is het nou? Nou, we gaan natuurlijk wel goed communiceren erover via de krant. Maar we brengen ook ons boekje altijd huis aan huis rond, ons programmaboekje. En daar staat het natuurlijk uitgebreid in beschreven. Dus als mensen dat een beetje in de gaten houden, dan zijn ze goed op de hoogte. Tot zover het Unity.nu weekoverzicht. Blijf op de hoogte van het nieuws uit de Leidse regio via de app, de radio, televisie, website en social media. Nog een heel fijn weekend.